Goedemorgen allemaal en welkom bij de familie Snijders. Het is donderdag 8, ja het is 5 voor 12, het is nog 8. Alle kinderen zijn op school. Ik zit hier nou weer een mooie paastak en die Destiny gisteren heeft versierd. Kijk, allemaal verschillende paaseieren. Dat zijn de eieren die zij bij de kringloopwinkel toen heeft uitgekozen. Ja, behalve deze kleintjes, die zaten bij deze takken bij van de Jumbo. Dus die heeft ze gisteren mooi versierd. De bank, daar liggen nu dekens op, want ik ben de hoesen wat zeg maar... Kijk, deze hoesen en die hoesen ben ik van die bank aan het wassen. Want Diesel die is aardig aan het spugen. En hij heeft net dus de hele bank ondergespuugd. Hij ligt ook heel rustig bij. En daar hoor je je naam. Net toen ik binnenkwam van de winkel, normaal dan blaft hij en springt hij op mij en doet hij. Maar hij komt niet echt van zijn plek af. Kijk, hij ligt daar best wel sipjes bij. Hé, hey, ben je een beetje ziekjes? De vlog heb ik ook alweer geëdit. Die staat ook alweer klaar. Oh, hij is ook alweer klaar met renderen. Dus dan kan ik die ook zo... klaar zetten op YouTube. En ik word gebeld. Ja? Doei. Oké. Dat was Dilana. Waar waren we gebleven? Ik weet niet, ik sta hier bij de tafel. Ik heb gisteren bij de Lidl, bij de afprijsbak, deze Axe 2 meegenomen voor 25 cent per stuk. En deze shampoo van de André Lon. Dat is ook 25 cent per stuk. Dus heb ik 2 van die en 2 van die meegenomen. Desi heeft gisteren nog dit uitgekozen. Dat zijn eieren die kan ze, ja, kijk, oogjes, stiften, kan ze versieren. Hier zijn nog een soort van steentjes, van die diamantjes, zeg maar. En volgens mij... Oh nee, hier zit ook nog verf bij in, zie ik. Zit daar tussen. Dus die wou ze nog mooi versieren. Ik denk dat ze dat straks wel gaat doen vanmiddag. Ik ben nu nog even hier met de was bezig. Dit is een beetje zo opgevouwen. En dat moet ik nog opvouwen. En de... Wat nog meer? Konijnen gaat het ook goed mee. Die lopen lekker buiten los in dat, op dat stukje. Gisteren hebben de kaviërs er ook bij gezeten. En het gaat hartstikke goed. Dus die ga ik er zo meteen weer bij doen. Ze zijn... Ze doen elkaar niks, dus dat is natuurlijk ook wel leuk. En ik ga zo nog even de bak van de wandelende takken even verschonen. Want ik heb hier allemaal schone blaadjes, allemaal nieuwe blaadjes. Die heeft Danny gisteren meegenomen. Dus dat ga ik zo ook nog even doen. Dus dat is een beetje de planning totdat de kinderen uit school komen. En toen stond ik bij school om DJ en Destiny weer op te halen. Nou, kijk eens jongens. En hier is Destiny. Hallo Destiny. Hi. Hoe was het op school? Leuk. Ja, heb je lekker gespeeld? Dietje is aan het afspreken. En Destiny gaat nou hier die eieren versieren, kleuren, stickers plakken. Ja, doe maar. Zo. Doe maar hoe jij het wil. En kijk, de wandelende takken. Die hebben, ik zal even een lampje aandoen. Ja, een lekker schoon hak. Schoon zand. Allemaal nieuwe blaadjes en takken. Hij zit weer lekker vol. Hij zit helemaal tot hier. En als jullie goed kijken, zie je hier een wandelende tak. Daar een wandelende tak. En daar. Mag ik ook eentje doen? Ja hoor. Wil je met dit? Wil je dit weer doen? Ja, mag dit weer. Wil je leeg? Ja. Hier heb je alle spulletjes. Ik wil oogjes proberen. Oké. Nee, moest dit. Oh. Waar is jou? Op de grond. Kijk, oogjes. Oh, een beetje scheef. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Och, zijn er meer?
Oh! Wow, dat was dit niet! Oh! Oh. Kijk, hij was zo. Ik dacht alleen dat dit het was, maar tadaa! Nog meer! Ik wil een roze. Hatjes zie ik. Ik wil een bloemetje pakken. Toen dacht ik, wat is die blaadje toch dik? Ik ga twee mooie roze oogjes maken. Helemaal goed. En dan gaan we voor testen niet. Alsjeblieft. Dankjewel. Probeer het even. Zo, ondertussen is Destiny bijna klaar, maar ze heeft geen zin meer. Kijk, zo zijn ze dus allemaal geworden. Alleen die moet nog en die moet nog en die is nog niet helemaal aan. Moet ik maar te laten zien? Ja. Want deze, die van mama. Ja. Deze is van mama. Ja. Deze mooie is van mij. Wauw. Deze is van mij. Ja, van mama. En de rest is allemaal van jou. En deze is ook van mij. En ja, deze was nog niet klaar. Alleen deze nog en dit en dit. En dan nog die en twee. Nog deze twee. Ja. Lege en nog met... En die doet Destiny een andere keer. Destiny heeft nou geen zin meer, hè? Nou, gaan we het opruimen. Wat doe je nou? Ga je hem toch nog afmaken? Ja. Ach, je weet toch niet wat je wil? Ga je die toch nog afmaken? Nee, oké. Okay. Ik zou jullie nog meenemen naar de konijnen en de cavia's. Kijk, daar zijn de konijnen. Hallo Fluffy, hallo Stampetje. Hi, kijk, Fluffy is ook helemaal niet meer schuw. Hi Stampetje. Fluffy rent niet meer weg, hè? Nee. Het zijn lekker vriendjes. En daar zit Mimi. En ik denk dat Frummel hierin zit. Ja. Hallo Frummel. Hi. Ja, hier zit Frummel in, hè? Ja, Frummel zit daarin. Ja, daar kunnen jullie niet in, hè? Nee, jullie passen daar niet in. Hey. Hey. Lekker, leuk, hè? Zo lekker buiten. En Mimi en Frommel gaan ze weer naar binnen. Die laten het nog niet buiten, dus zijn ze niet gewend. En hun dus wel. Hé, hey. Wat doen jullie? Kijk, daar is Frommel. Hi Frommel. Hé. Hey. Nou... Gaat hartstikke goed zo. Nou, ondertussen is DJ ook weer thuis. Hallo DJ, hoe was het? Wat bloed. Wat bloed. Ja, je eitjes. Oh ja, Destiny heeft toch nog twee eitjes nog afgemaakt? Ja, die roze, die? Nee, die wil ik goed laten zien. Oké. Okay. Ja, maar ik moet weer naar het eten. Ja, die. Wauw. En die heb je nog gemaakt, hè? Ja. Mooi. Hoe was het? Ja? Deze een beetje. Die een beetje. Wat zeg je? Leuk. Ja, was het leuk? En ondertussen ben ik begonnen met het eten maken. Wij gaan grilletjes eten uit de airfryer. Met was, met braadworst. En boontjes. En dit is voor Dilana. Ik weet niet of jullie dit kennen. Dit komt uit Duitsland. Ja, kartoffelkneudel. Dat heeft net een minuut gekookt. En nu moet het 15 minuten op zacht vuur. Die wou Dilana graag. Want de rest vindt het allemaal niet zo lekker. Ja, dan ga ik nou even deze in de airfryer doen. Ik heb de airfryer al voorverwarmd. Dus dan kan dit erin. En dan even een paar worsten. Hoeft nog niet zoveel, want Danny is er niet.
Die moet namelijk langer werken. Dus die gaat vanavond bami eten. Vindt hij altijd wel lekker. En we hebben van gisteren nog een paar kippetjes. Die wou hij er wel bij. Dus die zijn nog voor hem. En dan kunnen we zo lekker gaan eten. Nou, en toen waren we een klein uurtje verder. En is alles alweer op en opgeruimd en afgewassen. Nu zijn Destiny en DJ nog heel even buiten gaan spelen. Maar dat kan nu gelukkig weer na het eten. Want het is een beetje donker. Kijk, buiten is er namelijk nog wel een beetje licht. Dus kunnen ze na het eten nog weer lekker buiten spelen. We hebben hier achter een nieuwe speeltuin. Dus daar zijn ze nog even heen. Kunnen ze denk ik nog na een klein half uurtje nog. En dan is het ook al wel weer donker. En dan ga ik nog even met DJ naar de Jumbo. Want hij is begonnen met voetbalkaartjes sparen. FIFA volgens mij. En die zijn €1 per stuk die pakjes. En hij heeft nog €7. Dus dan wil hij nog even FIFA kaartjes halen. Maar ik heb gezegd, ga maar eerst naar buiten. Want naar de Jumbo kunnen ook als het donker is. Dus als hij zometeen naar binnen komt, dan rijd ik even gewoon met hem naar de Jumbo. Zo. Kijk. Ja, laat maar liggen. Kijk, het is al bijna donker. Dus ik ga nou even met DJ nog gauw de Jumbo in voor zijn voetbalkaartjes. Oh ja, en een klein blikje cola wil die nog. Ja, gaan we naar binnen. Zo, ondertussen is DJ al begonnen met zijn kaarten uitpakken. Weer zo'n ding. Ja, dat weet ik niet. Dat heeft ook iets ermee te maken. Nou, bekijk eens zo jouw kaartjes. Ik ga wachten totdat ik... Die is op zoek naar een gouden. Die bekijkt ze niet eens goed. Die zoekt alleen maar gouden. Nah. Nee. Rustig. Nee. Ik denk dat je echt geluk moet hebben voor gouden. En dit is ook iets. Wat? Ja, ik weet niet. Oh, wacht. Dit is een gouden, maar zonder handtekening. Kijk. Ja, het is wel een gouden. Mag je zien? Het is geen handtekening. Maar het is wel een gouden. Ja. Dat is wel mooi. Ik heb een gouden! Ja? Ja! Dat was ook je laatste pakje, of niet? Ja. Maar deze dan? Oh nee. Ik zag dit, die hoekje. Maar dit is ook een mooie, kijk dan, die glimt. Ja, ik heb meer van die glimmen. Oh, maar die zijn ook wel cool. Kijk hier. Ja. Maar pak je bakjes, gaan we eens even kijken of je gouden daarin zit die je kwijt bent. Ja, ik kijk. Hij zei gouden kwijt, zegt hij, met handtekening. Kijk, dat was mijn laatste pakje. Ja, echt ook het laatste. Ja, dit is zijn assenkaarten. Echt heel veel. Ja, maar pak jouw bakje eens. Ik denk dat hij jouw tas... Jouw tas ligt achter. Het zal allemaal... Ja, die gouden weet ik niet. Je hebt er best wel weer wat. Zit je bak daar nog in? Hij heeft je wel mee naar school. Ik heb hem. Je had gisteren... gisteren had ik de 3 voor jou gekocht, hè? Ja. Maar die gouden had je voor een Pokémon-kaart geruild, toch? Op school? Nee, met iemand? Oh nee, hier in de straat. Maar die had je geruild voor een Pokémon-kaart, toch? Ja, kijk. Je hebt de deksel eraf. Zitten ze nou los in je tas dan? Of ben je ze echt helemaal kwijt nou? Zal ik deze erin doen? Dat was er gewoon af. Ja. Zitten ze allemaal los in je tas? Ja. Deze. Zit allemaal los in mijn tas. Ah. Eens even kijken. Hier een hele stapel. Maar dat zoeken we niet. We zoeken die gouden. En al ben je alweer? Nou, we hebben de hele tas nagezocht en helaas zit hij er niet in. Lekker. Ben je klaar? Hij denkt nu dat hij mijn gym is vergeten, want daar heeft hij hem op een bankje gelegd.
En daarna weet hij niet meer. Dus we denken haast dat hij hem daar is vergeten. Je kunt morgen nog even vragen aan meester. Maar... Meester Michael is er dan niet. Nee, maar aan meneer Kars. Misschien dat meester Michael hem wel aan Kars heeft gegeven. Ja, en anders ben ik bang dat een ander kindje hem natuurlijk heeft gepakt. Maar goed, dan moet je morgen maar even vragen. Maar Lucas zei wel dat ik morgen een handtekening mag, want hij heeft heel veel. Oké, nou, maar even kijken. Destiny heeft hier net al die eitjes neergelegd. Oh, je hebt daar nog twee in zitten. Ik heb geen plek meer. Maar als je ze... Ja, maar je hebt daar en daar en daar. En als je deze dan zo doet, zo. Of gewoon zo ervoor. Oh ja. Oh. Weet je zo? Dylan Hagens is hier ook. Zondag komt er weer een nieuwe top 10 van Dylan Hagens. Oh, ik heb al bijna zelf. Ja? Wauw, 2, 2, 1, 1, 1. En hier is er ook 1, die twee niet, wou dat niet zijn. Ja. Die waren samen. Ja. En die ook. Nou, mooi hè?